uitgegeven door 999 Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 1,5 uur mee zoet bent. In dit spel krijgt iedere speler de beschikking over een stam en die proberen ze steeds welvarender te maken. En dat doen ze door op voedsel te jagen, door grondstoffen te verzamelen, met elkaar te handelen, het dorp uit te breiden en zo probeer je gaande het spel punten te verzamelen. En degene die uiteindelijk aan het einde van het spel de meeste overwinningspunten heeft, heeft de beste stam en is de winnaar van het stenen tijdperk. We gaan eerst maar eens kijken wat we krijgen van ons geld. Het spel is gemaakt door Michael Tummelhover. Wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Duidelijke voorbeelden, afbeeldingen en eigenlijk stellen de regels niet eens zo heel veel voor. Overzichtje met de verschillende beschavingskaartjes die we krijgen en wat ze precies doen. Voor elke speler zijn of haar overzichtsbordje, waarop hij zijn grondstoffen legt, waarop hij zijn bijltjes legt. Puntentellingje kan hij alvast zien en hier kan hij huitjes gaan bouwen. Het speelbord, het stenen tijdperk, is een worker placement spel. Hier kunnen we jagen, hier zie je locaties voor de verschillende grondstoffen. Hier komen ook kaartjes, hutjes, de graanproductie van je stam, rondom een scorespoor en hier nog wat speciale acties die je midden in het dorp kan doen. Dit zijn de verschillende hutjes die je kunt bouwen. Die geven weer overwinningspuntjes en soms komen er nog speciale eigenschapjes bij. Dit zijn de grondstoffen waarmee we kunnen gaan werken. De stamleden die we in kunnen zetten. Dit zijn de bijltjes die zorgen dat je weer wat meer dat je je dobbelstenen kan beïnvloeden. De kaarten die we kunnen pakken waaruit we ook weer grondstoffen en overwinningspuntjes kunnen halen. Het voedsel. De startspeler pion. En we krijgen deze dobbelstenen en het leren bekertje. Want er zit wel een dobbelsteen element in. Dat is wat we allemaal krijgen. Tijd om een spel op te zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Het hoofdbord wordt in het midden van de tafel gelegd met hout, leem, steen en goud. Hier leg je alle bijltjes met 1 en 2. En daarnaast komt het stapeltje met de bijltjes die 3 en 4 erop hebben staan. Je schudt de beschavingskaarten en je legt er 4 open op deze 4 velden hier. En hier komen de hutkaarten. En dat is afhankelijk van de hoeveelheid spelers, maar in een 4-spelerspel zijn het stapeltjes van 7 en de bovenste kaart wordt opengedraaid. Naast het bord leg je de voedselfiches. Iedereen begint op het scorespoor op 0 en op het graanspoor ook op 0. Dobbelstenen, het bekertje. Iemand wordt de startspeler. Elke speler krijgt zijn overzichtsbordje met daarop 5 stamleden en 12 punten in voedsel. De overige stamleden die leg je even apart. Die kunnen natuurlijk later het spel inkomen. Maar je begint met 5 leden. En het is ook even belangrijk dat als je ze plaatst en straks weer terughaalt, dat je dat op je bordje blijft doen. Anders ga je in de war met je voorraad en welke je daadwerkelijk mag inzetten. We gaan even kijken naar de hutjes en de beschavingskaarten. Wat staat er precies op zo'n hutje? Hier zo ruimte om jouw worker op te plaatsen. Dit zijn de kosten om het hutje te bouwen. En dit zijn de overwinningspunten die je ervoor krijgt. In dit geval zie je dat je een jokersymbool hebt. Je ziet daar de 4 kleuren grondstoffen die we hebben. Dus hout, leem, steen en goud. Je mag 1 tot 7 grondstoffen betalen voor dit hutje. En daar krijg je dan een x-aantal overwinningspunten voor. En die overwinningspunten, die kun je dan weer halen van je tablootje. En je ziet dat voor elk blokje hout dat je zou spenderen, dat levert je 3 op. Leem 4, etcetera, etcetera. Dus bij dit hutje zou je een variëteit aan punten kunnen verzamelen door gewoon grondstoffen erin te kieperen. Dat zijn de hutjes. Er zijn nog een paar speciale hutjes. Allereerst deze. Je ziet, deze kost gewoon 3 om te bouwen. Je krijgt 5 overwinningspunten, maar die heeft hier nog een steensymbool. Dat wil zeggen, aan het begin van elke ronde krijg jij gratis een steen als jij dit hutje hier op jouw plateau hebt liggen. Dus die is er ook voor hout en ik geloof ook voor leem. En dan hebben we deze nog. Nou, daar hebben we weer het symbool van 5 grondstoffen naar keuze. En dan staat hierachter iets tussen haakjes. Dat wil zeggen dat de 5 grondstoffen naar keuze, we moeten er in ieder geval 4 verschillende zijn. Dat wil dit zeggen. Dus je mag er 5 willekeurige grondstoffen in stoppen. Maar tenminste 4 verschillende. En dan krijg je dus weer punten gelijk naar de grondstoffen die je erin stopt. Zoals ze op je kaart omschreven staan.
En deze heb je ook in andere varianten. Bijvoorbeeld dat hier een 4 staat en dan staat er tussen haakjes maar één zo'n symbool. Dat betekent dus dat je 4 grondstoffen naar keuze mag inleveren. Maar die moeten alle 4 wel van hetzelfde soort zijn. Dan hebben we hier de beschavingskaarten. Als je zo'n kaart wint, dat is weer een worker erop zetten. Je betaalt de kosten wat bovenaan het vakje staat. En dat zijn weer die willekeurige grondstoffen. Deze eerste kaart kost bijvoorbeeld 4 willekeurige grondstoffen. Nou ja, 3, 2, 1, dus worden steeds goedkoper. En ze schuiven ook door. Als je deze kaart neemt, dan mag je eerst dobbelen om goud te krijgen. Het aantal ogen deel je door 6. En dat is de hoeveelheid goudstaven die je krijgt. Dus als je 8 gooit, krijg je 1 goudstaaf. Verder hou je deze kaart en dit symbool, dat is een reliquie, een artefact. En hoe meer verschillende artefacten je verzamelt gedurende het spel, hoe meer punten die aan het einde van het spel waard zijn. Dus heb je 5 verschillende artefacten, krijg je aan het einde 25 overwinningspunten. Dat is een van de manieren om punten te krijgen. Deze geeft een +3 op een dobbelsteenworp. Die kun je inzetten wanneer je wil. Verder geeft hij 1 overwinningspunt voor elk punt wat jij hebt aan bijltjes. Hoe zie ik dat het 1 is? Ik zie 1 mannetje. Ook hier zo, hier krijg je 1 punt per hutje wat je hebt. Verder is dit ook nog een hele grappige kaart. Als je deze kaart neemt, het bovenste effect. Je gooit dobbelstenen gelijk aan de hoeveelheid spelers. Jij kiest 1 van die dobbelstenen. De ogen bepalen wat je dan krijgt. En alle andere spelers kiezen dan met de klok mee vanaf jou gezien ook 1 dobbelsteen. En die krijgen dus ook wat erbij zit. Dus als je een 6 gooit, een 2 en een 1, dat betekent dat jij misschien gaat voor graan. En dan kunnen de andere spelers vechten om een leem en een hout. En deze kaart hou je ook gewoon gesloten bij je om aan te geven van nou, aan het einde van het spel krijg ik 1 punt voor elk hutje. Tussen die beschavingskaarten zitten ook afbeeldingen met 2 mannetjes. Dat betekent dat je 2 punten krijgt voor elk punt op het graanspoor. Dus als je aan het einde van het spel bij het graanspoor op 6 staat, krijg je voor deze kaart 2 keer 6 punten. En je zult zien dat je bij sommigen dus inderdaad 2 mannetjes hebt. En zelfs kaarten met 3 mannetjes. Heb je deze, krijg je 3 punten voor elk hutje. En dat werkt gewoon cumulatief. Heb je meerdere van dit soort kaarten, dan krijg je meerdere keren die punten voor de hutjes. Dus deze beschavingskaarten zijn heel belangrijk voor je overwinningspunten. De verschillende posities op het bord zijn heel simpel. Je ziet hier zo bij de grondstoffen zie je allemaal cirkels. De cirkels zijn gewoon de ruimtes waar je workers kan plaatsen. Elke grondstof, daar kunnen er in totaal 7 staan. En is het dan vol, dan heb je pech. De jachtvelden en vissen, daar kun je zoveel mannetjes heen schoppen als je wil. Dat is ongelimiteerd. En hier in het dorp hebben we nog een paar bijzondere locaties. Degene die hier staat bij de graanvelden, die gaat 1 stap omhoog op het graanspoor hiernaast. Ik ga zometeen natuurlijk uitleggen waar dat voor dient. Degene die hier staat, die pakt een bijltje en die mag dat dan neerleggen op zijn eigen blad. Of als alle 3 de velden van zijn tableau gevuld zijn met een level 1 bijltje, mag hij een bijltje naar 2 draaien. Zijn ze allemaal 2, dan mag hij ze naar 3 draaien, etc. Je mag niet zeggen, ik ga de eentje gelijk naar 4 opwerken. En dan ga ik pas verder met de andere. Het is echt allemaal 1, dan worden ze allemaal 2, dan allemaal 3, etc. En tot slot, hier zo moet je maar liefst 2 mannetjes neerzetten. Maar het voordeel daarvan is dat je dan een nieuw poppetje erbij krijgt. Hier ga je samen liggen krikken, zullen we maar even zeggen. Nou ja, en jullie zien, op de kaarten staan ook cirkeltjes. Dus als je zo'n kaart wil, zul je er ook een poppetje op moeten plaatsen. En hetzelfde geldt voor de hutjes, die hebben ook zo'n cirkel. En ook daar zet je dan gewoon een mannetje in om te zeggen, die actie wil ik. Dat zijn de acties die we hebben. Genoeg gekletst over het bord en we gaan spelen. De rondes zijn opgedeeld in 3 fases. De eerste fase is de worker placement. Je kiest 1 van de acties beschikbaar op het bord en daar stuur je een x-aantal stamleden naartoe. Als je bijvoorbeeld kiest voor de graanactie, daar is 1 vakje, daar kun je dus maar eentje naartoe sturen. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik wil naar hout, dan stuur je daar bijvoorbeeld in 1 keer 3 mannetjes naartoe om hout te gaan hakken. Heb jij eenmaal een locatie gestuurd, dan gaat je buurman zo met de klok mee, totdat iedereen om en om workers heeft geplaatst en alle workers uiteindelijk op het bord heeft staan. Gaan we naar de tweede fase en dat is de actiefase.
En dan gaan we gewoon de velden af. We beginnen bij de startspeler. En die pakt één voor één de acties die hij met zijn workers heeft bedongen. Dus hij heeft bijvoorbeeld hier zo in de hut van de liefde gezeten. Dat betekent dat hij de twee poppetjes terugpakt. Hij pakt één manneke uit zijn voorraad. Die zet hij bij zijn kampvuur. En dat is dan die actie. En vervolgens gaat hij hout hakken. Het hout hakken is leuk. Je hebt drie mannetjes. Dat betekent drie dobbelstenen. Je kijkt op je overzicht. Hout is drie. Dus voor elke drie ogen die jij bij elkaar gooit, krijg jij één blokje hout. Het is altijd weer een verrassing wat je krijgt. Je gooit. Je telt de waardes bij elkaar op. Dat is in totaal 10. Delen door 3 betekent dat ik 3 stukjes hout heb. En 1 oog waar ik niks mee kan. De 3 blokken hout gaan ook hier op mijn overzichtskaartje liggen. En zo zul je zien. Zo werkt leem, zo werkt steen en zo werkt goud ook. Alleen die zijn wat lastiger omdat je dan veel meer ogen nodig hebt. Heb jij bijltjes op je tableau liggen, dan kun je die inzetten om je dobbelsteenworp te verhogen. Ik heb bijvoorbeeld 10, heb ik 12, dan zou ik een extra blokje hout krijgen. Dus dan kan ik zeggen, nou ik zet 1 keer een plus 2 in. Wat je dan doet is je pakt het bijltje of de bijltjes die je wil inzetten en die draaien. Zodat ze als een ruitje liggen en dat geeft aan ik heb hem gebruikt. En dat voeg je dan toe aan totaal. Dan zit je op 12 en dan zou je dus nog net even een extra stukje hout krijgen. En je hebt ook wat plus eentjes. Nou, dan kun je ze ook weer allemaal toevoegen om dan misschien net die grondstoffen te krijgen die jij heel graag wilt hebben. Zo voeren alle spelers hun acties uit. Ze krijgen de grondstoffen, ze krijgen eventueel hutjes, kaarten. En dan gaan we naar de laatste stap. En dat is het voeden van je stam. Je hebt 6 mensen, in mijn geval. Dat betekent dat je 6 voedsel moet afleggen. Nou, ik heb nog een schijf van 10 liggen, dus dat is geen enkel probleem. Hierzo is het graanspoor. Elk punt wat jij op het graanspoor hebt, kun je aftrekken van wat je moet betalen. Dus zou ik bijvoorbeeld op het graanspoor op 3 staan, dan heb ik 6 mensen die ik te eten moet geven, waarvan de 3 al brood aan het eten zijn. Dus dan hoef ik er nog maar effectief 3 eten te geven. Dan betaal je gewoon de 3 voedselpuntjes die je daarvoor nodig hebt. Het kan ook zo zijn dat je geen voedsel hebt. Je wou andere acties doen en je komt erachter, past, ik heb niet genoeg voedsel om al mijn stamleden eten te geven. Wat je moet doen als je stamleden voedsel moet geven, is je moet altijd al je voedsel betalen. Ook al heb je niet genoeg, dan ben je sowieso al het voedsel wat je nog hebt, ben je kwijt. Kom je dan bijvoorbeeld nog 2 punten tekort, dan heb je keuzes. Je kunt of zeggen, ik betaal de hoeveelheid voedsel die ik tekort kom, betaal ik door grondstoffen af te leggen. Dus ik kom 2 voedsel tekort, dus ik betaal dan 2 grondstoffen. Ze beginnen dan in dit geval maar lekker tandenstokers te knagen. Die leg ik dan af naar de algemene voorraad en zo betaal ik dan toch mijn voedselkosten. Heb je dan nog niet genoeg, of zeg je ik wil dat die grondstoffen daar niet voor gebruiken, dan krijg je onmiddellijk 10 minpunten. En die zet je gewoon op het scorespoor. Sta je nog op 0, ja, dan moet je eventjes gewoon achterwaarts over die scoretrack gaan lopen en even bijhouden dat dat minpunten zijn en dat je niet al gelijk op 90 punten staat. Zijn er in deze ronde bijvoorbeeld 2 beschavingskaarten gebruikt, dan begint de volgende ronde. En dan schuiven deze kaarten allemaal door naar de goedkope versies en komen er weer nieuwe op de dure posities te liggen. Hetzelfde geldt voor de hutjes. Is een hutje gekocht, dan wordt de volgende omgedraaid. De startspeler gaat met de klok mee 1 naar de volgende speler, speler 2 in dit voorbeeld. En dan beginnen we weer vooraf aan. Speler 2 kiest 1 locatie en zet daar 1 of meerdere workers neer. Iedereen plaatst weer workers, de acties worden uitgevoerd en je gaat je stam weer te eten geven. En zo gaat het spel verder, totdat of 1 van de stapel hutten op is, of de beschavingskaarten niet meer aangevuld kunnen worden tot 4. Dan is het spel afgelopen en dan gaan we naar de eindscore. Tijdens het spel krijg je natuurlijk al punten uit hutjes, minpunten als je je stam niet te eten kan geven. En dan gaan we natuurlijk naar de grootste klappers en dat zijn de punten die je krijgt uit deze kaart aan het einde van het spel. Dus bijvoorbeeld 1 punt per hutje. Je gaat kijken hoeveel hutjes je hebt en voor elk hutje wat je gebouwd hebt krijg je een punt. 1 punt voor elk bijltje. Ik heb hier 2, 3, 4 punten aan bijltjes, dus ik krijg hiervoor 4 punten. Nou, en dan heb je nog de artefacten en zovoorts enzovoorts. Iedereen gaat al die scores bij elkaar optellen. Dan komt er een eindscore. Degene met de meeste punten is de winnaar
van het stenen tijdperk. En zo wordt het spel gespeeld. Het stenen tijdperk heeft alle kenmerken van een lekkere worker placement. Maar wat ik juist heel goed gedaan vind aan dit spel, is dat ze de regels ontzettend simpel hebben gehouden. Het speelbord is heel overzichtelijk, je kunt precies zien waar de verschillende acties zich bevinden. En eigenlijk op een paar acties in het dorp na is elke plaatsing van je worker spreekt zo voor zich, daar hoef je het boek niet eens bij te halen. Wat betekent dat je het binnen no time hebt uitgelegd en dan kun je lekker gaan spelen. De vormgeving van het bord en alle speelstukken is ook heel fraai gedaan. Je hebt de voedselfiches met daarop wildvissen, bessen en champignons. Dan heb je natuurlijk de blokjes hout, leem, goud en steen en de kaarten en de huisjes. Het is hele leuke art. Het is duidelijk, maar toch lekker sfeervol en kleurrijk. Dat vind ik gewoon heel fraai gedaan. Dat voegt gewoon heel veel toe aan dit spel. De regels zelf zijn ook heel eenvoudig. Je hebt de geluksfactor in de vorm van de dobbelstenen. Als je een beetje goed gooit, dan kun je heel veel houtjes bijvoorbeeld verzamelen met een paar mannekes. En als je pech hebt, gooi je heel laag en dan krijg je net niks. Of je krijgt er net eentje. Ja, dat is iets, daar zul je een beetje mee moeten worstelen, maar iedereen heeft dat. En dan moet je misschien maar eens wat bijltjes gaan kopen om dan de uitkomst te beïnvloeden. Verder, voor een workers placement speelt dit spel ontzettend snel. Mensen kunnen heel makkelijk hun workers neerzetten, grondstoffen verzamelen, voedsel. De speciale acties zullen je zien, die gaan in het begin als warme broodjes. Dus die worden natuurlijk gelijk door iedereen gekozen. Ja, en dan is het grondstoffen, harken, hutjes en de hele mikmak erbij. Dan gaat iedereen opeens voor de puntjes en dan zijn andere dingen weer minder belangrijk. En zo zul je zien dat er heel veel verschillende strategietjes, heel veel verschillende tactieken los te laten zijn op dit spel. En iedereen kan zijn eigen spel spelen. En probeert de een heel veel hutjes te verzamelen en daar zijn bonuspunten uit te halen. Dan zie je de andere weer reliquieën verzamelen en graan bijvoorbeeld. En wat ook een hele leuke tactiek is, zoek hem maar eens op, is de hongertactiek. Dat betekent gewoon dat je je mensen niet tevreden geeft, maar wel fokt als konijnen. En ja, die minpunten die je daarmee ontwikkelt, die ga je dan op een andere manier weer wegwerken. Dat is ook een tactiek die heel goed kan werken. Al met al vind ik dit echt een heel tof spel. Wat ik ook een hele grote kracht vind, is doordat het zo overzichtelijk is, doordat het zo gemakkelijk is, is de downtime is bijna nihil. Je bent echt met z'n allen, zit je in het spel, je plaatst de workers, er worden geen uren over nagedacht. Dus je zult zien, worden de workers geplaatst en dan komt daarna al het goed naar binnen en dan geef je ze eten en dan zijn we alweer bij de volgende ronde. Dat spel blijft gewoon lekker doorgaan en voor je het weet zit je inderdaad, oh, dat is alweer het laatste hutje, past, dan is dit de laatste ronde en dan is het spel voorbij en gaan we naar de eindscore. Ik vind het een heel gaaf spel. De vormgeving vind ik heel tof gedaan. Ik vind de manier waarop je hier goederen verkrijgt heel leuk met de dobbelstenen. Hoe meer mensen je zet, hoe groter de kans dat je wat krijgt. Dit kun je spelen met mensen die helemaal gek zijn van strategische spellen en die helemaal dol zijn op bijzondere tactiekjes denken en vooruit plannen. Maar dit kun je ook met mensen spelen die houden van gewoon een leuk spelletje. En dat is ook een hele bijzondere kracht van een worker placement. Want over het algemeen vergt die toch wat meer van een speler dan gewoon een simpel bordspelletje. En het is om die reden dat ik dit spel een 8 heb gegeven.